zat er bij jou in het groepje? Oké, hartstikke leuk. En wat heb je nou geleerd vandaag? Kun je dat vertellen? Je hebt een heel skelet gekleurd. Wat er allemaal aan je lichaam zit en welke botten je allemaal hebt en wat er allemaal in je lichaam gebeurt. Wat knap zeg. En kan je vertellen welke botten je vandaag hebt geleerd? Je ruggengraat, dat is hier, en je heupen. Ja, praat maar hard hoor. En hier zijn je... Ja, je ribben heb je al verteld. En het hoofd, wat zit daar allemaal? Daar zit je schedel, je tanden, je neus, je ogen en je hersenen. Wat knap. En waarom hadden we nou een schedel? Weet je dat nog? Want anders, als je geen schedel hebt, dan als je je hoofd ergens stoot, dan kan je je hoofd beschadigen en dan kan je niet meer zo goed dingen weten. Nou, dat kan je mij goed uitleggen. Anders moeten zijn dan de armen. Want waarom is dat? Omdat de ene lang is en de ene kort. Ja. En bij je beentjes zijn de bordjes wat groter, hè? Dus wat zou je kunnen doen? Wat zou je kunnen doen? Ja. En hoe moet die dan? Ja. We gaan eens kijken. Wat weten wij nu meer? We gaan even kijken wat er al is. Een skelet zorgt voor stevigheid. We hebben de borstkas met de ribben. De borstkas beschermt de ribben. En dan maar ruggengraat, hè, allemaal. En we hadden ook nog, waardoor kon je ook weer je lichaamsdelen bewegen. Mout? Gewrichten. Ga nou eens nadenken. Wat heb je nou geleerd de afgelopen week en vandaag? Wat hier nog niet op zit? Dan kunnen we misschien erbij schrijven. Wat heb je nou geleerd? Extra, wat er niet op staat. En Shani? Heupen. Hadden we die al? Nee, die hadden we nog niet. Dus die hebben we geleerd. Wij zijn samen, wij zitten hier ook wel. Goed, dus jij gaat van de week. Zo, wat heb je nou opgeplakt? De longen. De longen. Juffrouw. Hartstikke mooi. Juffrouw. En wat doen je longen? Die zorgen dat je kan ademen. Ja, vertel. Zeg, wat zie ik allemaal? Hersenen. Hier is je hart. Ja. En dit. Ja. Dit zijn je longen. En dit is... Die is moeilijk, hè? Die hebben we net gehad. Ja, heel goed. En dit is je maag. Ja. Dit is je dikke darm. Maar vertel eens, wat zie ik zo op jullie tekening? Wijs eens iets aan. De longen, de hersenen, hart, de ribben, dunne darm en dunne darm en de maag en de lever. Oké. En die maag, hè? Wat doet die? Weet jij dat nog? Deze maag? Ja. Wat je eet gaat dan in je maag. Alle stoffen die niet meer nodig zijn, gaat die weg en dan gaat ze hier ook eens lezen. Ja. Heel goed. Waar zou je dat mee kunnen vergelijken met het menselijk lichaam? Gewoon. Wat heb jij in je eigen handen zitten? Hoe staat hij nog? Ja, maar ik weet wel dat dit bot zijn. Dat zijn botjes? Wat zijn botjes? Deze. Ja?
Mm-hmm. En in je duim heb je alleen twee botjes en de rest is twee. Ja. Maar ik weet niet wat dit moet voorstellen. Hebben jullie over pezen gehad die aan je spieren trekken of niet? Ja, maar dat zijn deze. Ja, dat zou de pezen kunnen zijn. Ziet er heel mooi uit. Trek nog eens aan alles. Je ziet dan iets groter. Dus de maag hoort iets groter te zijn. Dit stukje hoort er niet. Dat stukje lucht hoort er eigenlijk niet. Nou, lucht, dat is een pijp. Ja. Dus een pijp. Ja, ja. Maar verder is hij goed. Oh ja, aders is zuurstofarm bloed. En slagaders zijn zuurstofrijk, dus zuurstofrijk bloed. En je hartpomp moet 20 aanslagen per seconde. En... Had je er nog geen, Bas? Anders mag je ook afronden. Oh ja, de bloedplaatjes, dat zorgt dat het bloed eigenlijk uit je lichaam stroomt, dat het erin blijft. Dus dat is een wondje. Ja, dat stolling, ja. Hè, van je bloed. Heel goed.